Twee groepen hebben we in Nederland. Ja, we hebben dus de wappies, hè? Dat, of de gekkies, zoals ze dat noemen. Zeg maar de ongelovigen. En we hebben de gelovigen. De mensen die dus zeg maar wel erkennen dat er corona is. En de niet-gelovigen die het ontkennen en noem het allemaal maar op. En die verzamelen zich, die ongelovigen, die verzamelen zich elke zondag op het Malieveld of op het Museumplein. In ieder geval als het maar met een M begint. En daar komen ze bij elkaar. Nou, en dan moeten ze door een heleboel onzin heen, want dan moeten ze zich laten natspuiten door de politie. Ze krijgen politiehonden op zich af en ze worden ook nog eens een keertje hier en daar een beetje geslagen en zo. En daar gaan ze allemaal doorheen, de ongelovigen. En het heeft, dat is het punt wat ik wil maken eigenlijk, geen enkel resultaat. Beste ongelovigen. Wappies of gekkies of hoe jullie jezelf ook willen noemen. Luister naar mij. En laten we een pact sluiten. Tussen de ongelovigen en de gelovigen. Want jullie vragen je natuurlijk af. Waarom ben jij dan gelovig, Harry? Nou, ik heb net nog een vriend gesproken. Vandaag. En die komt net uit het ziekenhuis met corona. En dan word je wel heel erg gelovig van, hoor. Want wat die zegt tegen mij, hey Harry, ik heb de hel gezien. Kijk, en dat maakt indruk op mij. Want dan weet ik hoe slecht hij eraan toe is geweest. En dat het nog maanden gaat duren voordat hij gaat herstellen. Daar word je dus wel heel erg gelovig van. Ja, maar goed, ik had het erover dat we een pact moeten sluiten. De ongelovigen en de gelovigen. Vrienden, ongelovig. Als jullie nou toch gaan demonstreren, doe mij en de gelovigen een lol en demonstreer dan tegen het belachelijke vaccinatiebeleid. Doe dat nou. Dat heeft effect. En dan helpen we elkaar. Want, luister goed, wij hebben er voordeel van als gelovigen, want wij willen zo snel mogelijk een injectie hebben. En dan zijn we overal vanaf. En jullie hebben daar ook enorm voordeel van. Want als dat vaccineren veel beter gaat, dan hoeven jullie ook niet meer te demonstreren tegen de maatregelen. Hey, heb je hem? Ha! Ja! Zo moeten we hem gaan doen. Hey, alsjeblieft.